Marxisme en anarchisme duiken halverwege de jaren 60 in het Westen ineens weer op, buiten de traditionele partijen. Het zijn de studenten die de oude vader Marx weer ontdekken. Overal in Europa breken studenten opstanden uit. De jongeren eisen meer inspraak en minder bevoogding. De orkaan bereikt ook Vlaanderen. In maart 1969 is Gent aan de beurt. Kruithof zit in het oog van de storm en kiest voor de studenten. Kunt u ook zeggen waarom u zich onvoorwaardelijk als docent achter de studenten opstelt? Omdat dat, ja, ik zeg dat toch al een jaar of 10 bijna, dat de structuur zoals die hier is en ook wel elders is nog een 19e eeuwse structuur, misschien zelfs een middeleeuwse structuur wat betreft de vormen van gezag die er zijn. Het is nog altijd een structuur waarbij een vrij kleine groep heel veel macht heeft, dan een iets grotere groep een beetje macht, en dan 90% van de mensen hier, studenten, personeel, hebben ongeveer niks te vertellen. En dat is een toestand die op den duur onhoudbaar wordt. Er worden volksvergaderingen georganiseerd en de studenten bezetten enkele dagen het groot auditorium van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Blandijnberg. De politie ontruimt het gebouw hardhandig en arresteert een paar betogers. Als de studenten ook nog het rectoraat gaan bezetten, is voor het academische establishment de maat vol. Zij sluiten na een woelige vergadering van de academieraad een student uit. Een paar profs, onder wie Kruithof, nemen zijn verdediging op zich. Daarmee halen ze zich de haat van hun collega's op de hals. Maar ik ben toen geschrokken van het fanatisme van tamelijk veel van die professoren. Die dus gechoqueerd waren dat er daar een reeks studenten eigenlijk hun gezag een beetje betwisten. En zei, wat u daar zegt, professor, wij weten niet of dat wel helemaal juist is. En een discussie wilde over bepaalde dingen. Dat was een echte haat. Een van de opvallende figuren uit de Gentse studentenrevolte is Ludo Martens, de ideoloog van Alle Macht aan de Arbeiders, de latere Maoïstische Partij van de Arbeid. Met deze radicale groepen uit Klein Links zoekt Kruithof in de jaren 70 toenadering. Want de sociaaldemocratie is hem voorgoed te braaf en te bekrompen. Jaap, zijn houding tegenover de Partij van de Arbeid is aan de ene kant staat hij achter heel veel van hun standpunten. Omdat hij ze een consequente linksorganisatie vindt, hè, die zeker als het over arbeidersstrijd gaat, over het verdedigen van de zwakten in de samenleving, het verdedigen van migranten, van asielzoekers, arbeiders, werklozen enzovoort, staan zij meestal aan de spits, in de bres, in die strijd. Hij heeft natuurlijk een consequent meningsverschil met de PvdA als het gaat over natuurlijk een deel van de waardering of de herwaardering van een deel van het verleden van het communisme. Het is een moeilijke relatie. Ik vind dat ze leninist zijn en dat ze intern dictatoriaal georganiseerd zijn. En dat ze altijd elkaar napraten. Ik vind dat verdacht, mensen die altijd allemaal op hetzelfde moment hetzelfde zeggen. Ik geloof dat dat niet zo sociologisch zo een eigenaardig fenomeen. Dus ik heb daar last mee. Maar tegelijkertijd werk ik met al die groepen samen. Kijk, nu, je hebt anarchisten die heel interessant zijn. Je hebt trotskisten die op het ogenblik heel hard werken. Je hebt PvdA-mensen die de Koerden verdedigen, dat doe ik ook. Het is een beetje een verzameling van allerlei tendentjes die intellectueel wel iets betekenen, maar politiek niet. Nee. Hij is in elk geval volledig nonconformistisch, dat kan je zeggen. En hij denkt steeds zeer origineel. Dus hij begint bijna altijd van nul. En in die zin is hij een dwarsdenker. Hij zal dus niet gemakkelijk met bepaalde partijen of bestaande groeperingen zich inschakelen. Hij blijft zeer eigenzinnig, origineel denken. En zelfs als hij een volledig minderheidsstandpunt heeft, daar zal hij nooit van afwijken als hij vindt dat het correct is. En hij is bijvoorbeeld een van de eerste
ja, academici geweest die opgekomen is voor de dierenrechten bijvoorbeeld in Vlaanderen, om maar één voorbeeld te noemen. En dat was in het begin zeker geen gemakkelijk standpunt. In de tweede helft van de jaren 70, wanneer de eerste tekenen van milieuverloedering duidelijk worden, evolueert Kruithof steeds meer naar een uitgesproken ecocentrisme. Niet langer de mens is de maatstaf van alle dingen, al het levende heeft recht op respect. Hij ziet een milieuramp op ons afkomen als het leven op de hele planeet niet grondig anders wordt georganiseerd. Een slagerij is een moordenaarswinkel en die ziet er piek van uit. Je ziet helemaal niet de brutaliteit die erachter zit. Er wordt gezellig gepraat, valt er een beetje bloed ergens waar dat het niet hoort. Dan is die slager er direct bij om dat weg te vegen. Dan ga ik naar een bloemenwinkel. Een bloemenwinkel, dat zijn bloemen, maar al die bloemen zijn dood, want die zijn afgesneden. Kan die mensen niks schelen. Die zijn zo afgestompt, zo stompzinnig geworden, dat ze nog ineens voelen hoe brutaal het is om bloemen in je vaas te zetten. Als onderdeel van zijn sterk milieugericht denken gaat Kruithof's kritiek zich ook steeds scherper richten tegen de overconsumptie en de onbeperkte concurrentie. In een periode waarin de vrije markteconomie weer heilig is verklaard, moet hij zich soms wel een roepende in de woestijn voelen. Ja, kijk, een boutade die een aantal weken geleden op een lezing zei, midden in het debat zei, ik weet dat ik gelijk heb, maar ik haal geen gelijk. Je kunt dus een eenvoudige constatatie als het aantal auto's per inwoner in België, dat kun je onmogelijk aan alle mensen van de planeet geven. Als je dat doet, dan bestaat die planeet niet meer. Dus je moet inperken. Je moet geen... Ik heb een vriend en die zegt, ik heb 6 telefoons in mijn huis. 6. Ja, zeg... Waar dan allemaal? In de badkamer? Oh, als jij per ongeluk nog een half uurtje in je bad bent, dan moet je ook nog voor het geval, moet je zeggen, jij bent waanzinnig aan het worden. En we moeten jou stoppen. Je bent een gevaarlijk mens. Dit zijn helemaal geen leuke spelletjes. Want andere mensen gaan dan apen en zo. De ene 3 televisie, 6 gsm's. Ga maar door, een optrekje in de Auvergne. En ga maar door. Ja, maar nee, klap onder, een schop onder je kont.